2 februari stond in het teken van de Dag van de Cultuureducatie. In de vooruit kwamen zowel binnen- als buitenlandse sprekers vertellen over een specifiek thema rond cultuur. In de namiddag volgden de workshops om leerlingen wat meer vertrouwd te maken met kunst. Tijdens het plenair slot was er even tijd voor ontspanning met een monoloog van dichteres Maud van Hauwaert. En 1 keer per jaar moeten we allemaal voor die wereldkaart gaan staan. Voor de persoonlijke pasfoto's. In het eerst kwam ik nog maar net boven de Sahara uit. Maar in het tweede kon ik met mijn hoofd al een beetje de Middellandse Zee bedekken. En leek het alsof Europa als een soort dakje boven mij lag. Alsof ik met mijn hoofd Frankrijk kon stutten. Hilde Krevits benadrukt nogmaals het belang van cultuur binnen het onderwijs. Dus het is een manier om naar dingen, om naar veranderende dingen te kijken. Het is een manier ook om te gaan met mensen die opgroeien in andere culturen. Maar het zal de komende jaren ook in ons onderwijs veel wezenlijker worden, sowieso. Het kan niet anders. Sven Gats vindt dat leerlingen moet worden aangeleerd dat cultuur meer is dan enkel kunst. Er wordt zoveel eis gesteld aan onderwijs dat het bijna onhoudbaar wordt. Een cultuur is dan tenminste nog een beetje een vrijplaats. En je moet die vrijplaats misschien wat meer ruimte geven in dat onderwijs, niet op alle lessen over. Hè. De voorwerpen, of de schilderij, of de esthetica van we leren moeten gaan, daar gaat het niet over. Maar hoe je in een klas op gericht tijdstip ook jongeren en kinderen een bepaalde ruimte kan geven. Het gaat natuurlijk over dingen leren in de klas, maar het gaat ook over wie je bent en hoe je ontwikkelt. En daar kan cultuur wel op allerlei manieren bij helpen.